Zondag speelt NEC de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen. Vorige week was PEC Zwolle nog te sterk voor de Nijmegenaren, maar toch hebben de mannen van NEC het in eigen hand. Met de winst tegen Rode JC kunnen de bonuspunten binnengehaald worden. Niemand had dat gedacht aan het begin van het seizoen, maar het kan echt gebeuren. Zijn er dichtbij. En als je dichtbij bent wil je het graag binnenhalen. Nou, we hebben zondag een mooie kans. Uit lukt het de mannen van trainer Faber maar niet om te winnen, maar thuis is de ploeg tot mooie dingen in staat. We hebben nog één keer de kans om te laten zien wat we werkelijk waard zijn in de uitwedstrijd. Af en toe gaat het wel. Maar goed, er zit nog een potentie in voor NEC. Maar het is niet best gezien onze kwaliteit. Thuis gaat het fantastisch goed. En uit moeten we daar heel snel in verbeteren. Een tevreden trainer van een tevreden ploeg. Ja, het is een mooie tijd. Het is waar iedereen hard voor heeft gewerkt bij NEC. Staf, spelers, club, mensen die er vrijwilligers, supporters, heel het jaar steun gehad. Ja, daar wil je er vol voor gaan. En als je zonder 3 punten pakt, ja, dan komt het heel erg dichtbij. De klik tussen de selectie en de supporters tijdens de thuiswedstrijden van NEC is met name dit seizoen bijzonder. Nou goed, je ziet als wij thuis spelen en we geven de goede signalen af dat we er vol voor willen gaan. Dan krijgen we die ondersteuning van het publiek en dan gebeurt er iets magisch. Dan geeft het extra energie. De tegenstander heeft er last van, je ziet die toch een beetje verkrampen. En wij krijgen vleugels en ja, dan zijn we bijna altijd in staat om van tegenstanders te winnen. En ja, dat is wel iets extra's moet ik zeggen. De trainer moet noodgedwongen wijzigingen toepassen in zijn elftal. Rens van Heijden keert terug in de basis en dan is dan nog de plek rechts achterin. Ja, Tot is helaas weggevallen met zijn kruisband. Marcel Appia is de logische vervanger. Met jongens daar op de rechtsbuitenpositie zou eventueel Mia in de spits Santos achter kunnen. Dus we hebben een aantal opties. Nou, morgen een goede scherpe training. En dan gaan we kijken wie er allemaal klaar voor zijn om die 3 punten te pakken zondag. Het is de laatste thuiswedstrijd voor trainer Faber, aanvoerder Rens van Heijden en anderen. 3 punten zou dus heel mooi zijn. En uiteindelijk moeten we met elkaar er een mooi feest van maken. En dan zorgen dat we nog extra wedstrijden krijgen. Is de vakantie al geboekt? Nee, ik boek geen vakanties. Die stel ik het liefst zo lang mogelijk uit om een aantal wedstrijden te mogen spelen hier nog. Oh, yeah, yeah, yeah. Start.